Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Van welvaart naar welzijn. Stilaan voltrekt zich een nieuw toekomstbeeld, het welzijnsparadigma. Het paradigma waarbij niet de cijfers of de winst, maar de mensen op de eerste plaats komen. People first, met andere woorden. En Roland van Dessel, gedelegeerd bestuurder van Travant, schreef er een boek over. Waaraan onder andere Erwin de Deijn heeft meegewerkt. Dus ik heb Erwin maar meteen uitgenodigd. Tot eind 2019 was hij federaal voorzitter bij vakbondsorganisatie BBTK-ABVV. En ook Isabel van Hoedenhagen, loopbaancoach bij Travant, schuift mee aan op deze podcast. We gaan het hebben over loopbaanbegeleiding en over het loopconcept. Welkom. Goedemiddag. 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 Alles goed met jullie? Prima. Prima. Prima setting. Prima setting, maar absoluut. Ja. Met jou ook, Isabel? Absoluut. Ja. Aan het genieten van een eerste lentedag, precies. Ja, wel het is 25 graden, precies, het is niet waar. Pakt 18. 17, 18. Het voelt aan als 25 graden in vergelijking met verleden week. Ja, absoluut. Kijk, goed. Mooie dag om deze podcast op te nemen. Ik ga starten bij jou, Isabel. Loopbaanbegeleiding, dat is eigenlijk een reisje maken naar jezelf. Hè. Zo omschrijft jouw collega Hilde de Brouwt mooi. Wat moeten we daar nu eigenlijk onder verstaan? En vooral, waarom is dat zo belangrijk? Loopbaanbegeleiding is eigenlijk samen met een professionele coach op ontdekking gaan. Mm-hmm. Op ontdekking gaan van wat geeft mij energie, waar loop ik op leeg, wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn valkuilen, wat is een werkomgeving die goed bij mij past, wat is voor mij zinvol werk. En zo stap voor stap krijg je eigenlijk beter inzicht in jezelf, in wat jij belangrijk vindt. En we zien dat die loopbaanbegeleiding op die manier bijdraagt, inderdaad, die reis naar jezelf, naar zelfkennis. Mm-hmm. Het is reflectie, maar daarnaast ook gaan kijken van hoe ga ik dat concretiseren? Dat omzetten een actieplan en een actieplan die je dan effectief waar je mee aan de slag kan gaan. Ja. Dus het is, we zien gewoon dat het algemeen door die loopbaanbegeleiding betere zelfkennis... Automatisch dat je ook keuzes kan maken die bij jou echt passen. Betere keuzes dus ook. Betere keuzes, absoluut. En dat je eigenlijk je job, je loopbaan verder kan vormgeven op een manier dat die echt bij jou past. Mm-hmm. Ja. Alright, mooi. Nu, iedereen is er sowieso bij gebaat, maar nog lang niet iedereen vindt de weg. Loopbaanbegeleiding wordt uiteindelijk nog altijd relatief weinig gebruikt en al zeker niet door wie dat er dan meest bij gebaat zou zijn. Dan vraag ik me natuurlijk af, hoe komt dat? Is het te duur? Is het slecht imago? Is het aanbod niet groot genoeg? En zijn er niet genoeg dienstverleners? Zijn het verkeerde verwachtingen van de mensen? Waar knelt dat schoentje volgens jou bijvoorbeeld, Erwin? Ja, ik wil niet veralgemenen, maar het is wel duidelijk dat loopbaanbegeleiding nog onvoldoende gekend is. Hoe komt dat? Ja, communicatie vanuit de stakeholders. Dat betekent natuurlijk de sociale partners. Vakbonden, werkgeversvertegenwoordigers in de sectoren, in de bedrijven. HR-mensen in de bedrijven. Ik denk dat voor vele HR-mensen ook nog niet altijd duidelijk genoeg is wat loopbaanbegeleiding is, wat het zou kunnen betekenen in een modern HR-beleid. Je hebt natuurlijk ook het probleem van de steun vanuit de overheid. Het is zo dat loopbaanbegeleiding, de checks, dat die toch nog altijd gekoppeld zijn aan een aantal toch wel strenge voorwaarden, waardoor dat het niet evident is voor mensen om daar te kunnen instappen. En niet voor iedereen betaalbaar dus eigenlijk. En dus niet voor iedereen betaalbaar. Dus ik denk dat daar zeker voor de Vlaamse overheid er nog heel wat werk op tafel ligt. Hè. Nu, een ander probleem is dat dikwijls loopbaanbegeleiding gezien wordt als een oplossing voor een probleem dat zich stelt. Terwijl in feite loopbaanbegeleiding moet problemen voorkomen. Moet anticiperen in plaats van curatief te werk te gaan. En dat betekent dat vele mensen een beetje de vrees hebben van loopbaanbegeleiding zou ik dat wel doen, want anders gaat men denken dat ik een probleem heb met het uitoefenen van mijn werk. En dat betekent dat daar dus veel meer moet op ingespeeld worden.
cultuur in een bedrijf in kwestie of op niveau van een sector moet in die zin wel aangepast worden, zodanig dat mensen beseffen dat loopbaanbegeleiding iets is dat permanent zou moeten aanwezig zijn doorheen de loopbaan. Ja, en zeker niet curatief, hoor ik je inderdaad zeggen, als het al te laat is. Loopbaanbegeleiding leidt ook zeker niet noodzakelijk tot vertrek, hè, bij uw huidige werkgever. Dat is misschien zelfs een van de grootste misverstanden van oei, als ik mijn medewerkers kaderend in een HR, modern HR-beleid, zoals dat je zegt, naar zo'n loopbaanbegeleiding gestuurd, dan ben ik ze kwijt. Hè. Dan zijn ze weg. Maar dat is een misverstand, hè, Isabel? Absoluut. Welke zijn er zo nog? Welke misverstanden leven er nog? Misschien het misverstand ook dat loopbaanbegeleiding inderdaad op het einde van een loopbaanbegeleiding er dan direct al een job klaar staat. Dat daar onmiddellijk werk aan gekoppeld is. Wat Erwin net aangaf, dat mensen iets hebben van ja, maar ik moet nog geen loopbaanbegeleiding volgen, want alles is nog oké. Okay, er is niet direct een probleem. Ik volg dat helemaal. Start als er nog geen probleem is. Het is gewoon op zich een interessante om regelmatig eens te doen. Stil te staan bij hoe zit het, een check-in te doen eigenlijk. Dan kan je tijdig bijsturen en dan is het misschien niet nodig om te overwegen om te veranderen van werk, van job. Andere misverstanden is dat het misschien eerder naar hoger opgeleide zou zijn. Wat niet het geval is. Ik heb in loopbaanbegeleiding al alle mogelijke profielen gehad. Van een dame die als poetsvrouw werkte en daar veel aan gehad heeft. Schilder. Het is eigenlijk een loopbaanbegeleiding kan je inzetten. Is eigenlijk voor iedereen. Ja. Kan je inzetten ongeacht je scholingsniveau, leeftijd. Oké. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is hier eigenlijk al een paar keer gezegd, niet wachten tot er een probleem is. Hè. Nu, in het boek People First wordt het loopconcept dan geïntroduceerd, waarin dat de drie trajecten die nu los van elkaar bestaan, eigenlijk geïntegreerd worden tot één concept, loop, loopbaanbegeleiding, opleiding en outplacement. En op die manier zouden medewerkers veel beter begeleid en ondersteund kunnen worden doorheen die loopbaan, wat dat dan een sterk positief effect gaat hebben op hun jobtevredenheid, maar vooral ook op duurzame inzet. Als we kijken naar de lange termijn. Hoe ziet dat model er concreet uit? Erwin, ga ik mij daarvoor naar jou richten? En wat is dan vooral nodig om dat dan te kunnen realiseren? Wel, in feite zou binnen een loopconcept zou er een regelmatige, periodieke loopbaanbegeleiding moeten voorzien worden voor elke werknemer. En daar staat een vast aantal jaar op? Hoe dikwijls, dat is een beetje afhankelijk van de context waarin het bedrijf, de bedrijfsorganisatie en de werknemers zich bevinden. Maar in verder zou het ideaal zijn om dat toch ergens één keer per jaar te kunnen doen. En zo'n loopbaanbegeleiding moet dan gepaard gaan met screening van de competenties, maar ook van attitudes. Het psychisch welzijn van de werknemers. En in functie daarvan moet dan bekeken worden binnen dat loopconcept welke opleidingen zijn nodig. Dat kunnen opleidingen zijn te maken met competenties, maar ook met attitudes. En met een aantal omgevingsfactoren die belangrijk zijn om mee te nemen in een opleiding. Opleidingen die veel eer van korte duur moeten zijn. Je moet snel inspelen op de veranderende organisatie van het bedrijf, van de omgeving waarin de werknemer zich bevindt. Korte opleidingen die te maken hebben met upskill, maar ook reskill, naar voornamelijk ofwel zich verbeteren in wat men doet, ofwel bekijken welke vormen van transitie zijn mogelijk, voornamelijk dan intern. Zijn er andere potentialiteiten in het bedrijf zodanig dat mijn competenties beter aan bod kunnen komen. Outplacement, het laatste deel van dat loopconcept, is in feite een laatste reddingsmiddel, maar in feite zou moeten voorkomen worden. Ja, eigenlijk zou het overbodig moeten zijn. In feite moet loopbaanbegeleiding ervoor zorgen dat mensen zich bestendig goed in hun vel voelen, dat ze, dat ze ook weten wat ze aan kunnen en wat nodig is om dat aan te kunnen, dat ze kunnen doorstromen en
Indien dat op die manier kan georganiseerd worden, dan wordt inderdaad outplacement overbodig. Nu, outplacement ga je nooit kunnen uitsluiten. Nee. Er zijn altijd wel situaties waarin het individueel outplacement nodig is, ofwel collectief in het kader van bedrijfsherstructureringen en dergelijke. Ja, ja. Oké, Isabel, je zit te knikken. Ik vermoed dat je het daarmee eens bent. Ja, absoluut. En inderdaad, die loopbaanbegeleiding is dan ook een belangrijke om die analyse te doen. Als je die regelmatig doet, kan je die ook goed afstemmen op wat zijn onze bedrijfdoelstellingen, waar gaan we naartoe, wat zijn veranderingen, evoluties die spelen binnen het bedrijf, maar ook bepaalde markttendensen. En kan je goed die twee op elkaar, of die verschillende aspecten op elkaar blijven afstemmen. Mm-hmm. Zoals Erwin aangeeft, soms is outplacement of een ontslag niet te vermijden. En dan is outplacement wel een kans, want dat doe ik ook, outplacementbegeleiding. En in eerste instantie kan dat een shock zijn, kunnen daar allerlei emoties bij gepaard gaan. Maar dan zie je dat mensen die overgang maken door de begeleiding naar het is een crisis. Er valt structuur weg, niet alleen mijn werk valt weg, maar inkomen valt weg. Heel veel zaken die wegvallen. Maar tegelijkertijd ook een opportuniteit, een kans om eens stil te staan en te zien van, wil ik verder in die ingeslagen weg, die autosnelweg waar ik op zit, of misschien een kronkelend wegje. Mm-hmm. Want het is vanuit het vertragen, het stilstaan, dat je ziet, maar hier is een afslag. Ja. En dan kom ik op een rondpunt en dat geeft weer andere mogelijkheden waar ik misschien nog niet aan gedacht heb. Mm-hmm. Of gewoon de vaststelling, ik zit zeer goed, ik blijf gewoon verder doorgaan en ik zoek een gelijkaardige functie. Dus het biedt op zich, ondanks een crisis, toch ook weer mooie opportuniteiten. Ja. Maar laat effectief de mensen door die crisis eerst gaan, want het is natuurlijk wel emotioneel. Zeker als je ergens heel erg lang... Of het is echt heel onverwacht of een grote shock, kan ik me inbeelden dat dat voor mensen toch wel behoorlijk binnenkomt en dat ze eerst die emotie effectief moeten een plek kunnen geven. Nu, Erwin, voor jou is een heel belangrijke stakeholder cruciaal als we dit loopconcept willen doen slagen. Dus de steun van sociaal overleg op sectoraal vlak. Als we daar echt werk willen van maken, dan zal het sociaal overleg zich over bredere thema's moeten gaan buigen dan lonen, uitkeringen en arbeidsduur, zeg je in het boek. Thema's die niet alleen raken aan welvaart, dus, maar ook aan welzijn. Vertel. Ja. Nu, de thema's die je aanhaalt zijn natuurlijk belangrijk, hè? Mm-hmm. En behoren tot de core business. Absoluut. Van zowel de werkgever als de werknemer. Hè? Dus laten we dat eerst en vooral duidelijk stellen. Nu, aan de andere kant, is het zo dat quasi alle sectoren bestaan er opleidingsfondsen. Mm-hmm. En die opleidingsfondsen zijn belangrijk, maar werken te veel langs de aanbodzijde. Ja. Men werkt een aantal opleidingsmodules uit en men biedt die aan. Mm-hmm. En de werkgever schrijft dan werknemers daarop in. Ja. In feite zou opleiding meer maatwerk moeten zijn. Mm-hmm. En zou meer moeten inspelen op de noden. Enerzijds van de bedrijfsorganisatie, maar anderzijds ook van de werknemers. Ja. Binnen het kader van die bedrijfsorganisatie. En dat betekent dat die opleidingsfondsen veel eerder zouden moeten ook zelf doen aan loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Loopbaanbegeleiding organiseren, want uiteindelijk de basis om te kunnen detecteren welke opleidingen zijn nodig voor de werknemers, is die screening van competenties, attitudes van de betrokken werknemers, zodanig dat daar kan bekeken worden welke zijn nu de opleidingen in ons aanbod die we hebben, maar die mits eventueel de noodzakelijke aanpassingen, die kunnen het best beantwoorden aan wat vastgesteld is geweest tijdens die loopbaanbegeleidingssessies. Dus ideaal dat is de ideale wereld om die sectorfondsen tot wat ik noem loopbaanfondsen om te vormen. Dat is nu nog veel te weinig het geval. Mm-hmm. En daar denk ik dat het voor de sociale partners op sectoraal vlak een enorme mogelijkheid bestaat om veel betere dienstverlening te kunnen aanbieden aan zowel de werkgevers van de desbetreffende sector als aan de betrokken werknemers natuurlijk. Ja. Zeg, en zit er dan niet ergens een beperking in door dat dan op sectoraal niveau te organiseren? Want wat als die persoon
loopbaanbegeleiding heeft gevolgd en beseft plots dat er ook mogelijkheden zijn in een job van een andere sector. Hoe gebeurt dat dan? Kan dat dan niet beperkend werken? Ja, dit is een kwestie van omkadering. Uiteindelijk zit je met een sector die gestuurd wordt op niveau van de opleidingsfondsen door enerzijds de werkgeversvertegenwoordigers, mm-hmm. daarin anderzijds de werknemersvertegenwoordigers. Maar je kan natuurlijk niet uitsluiten dat op basis van een screening van zijn eigen competenties, attitudes, dat iemand tot de slotsom komt. Ik zou wel liever iets anders doen en misschien mm-hmm. iets anders buiten het bedrijf. Nu, je zit natuurlijk op dit ogenblik met toch wel een zekere krapte op mm-hmm. de arbeidsmarkt. Dat zou kunnen spelen. Ja. Dat zou kunnen spelen. Nu, aan de andere kant denk ik dat men niet van dat soort van visie moet uitgaan. Mm-hmm. Want anders komt er niks van. Hè. Mm-hmm. Anders zou de werkgever kunnen zeggen, ja, als het toe dan ook de bedoeling is dat de betrokkenen, als ik hem naar een loopbaanbegeleidingssessie stuur, of als hij zich daarvoor inschrijft dat hij dan weg is, ja, dan gaat het beter, daar niet kan te stimuleren. Ik hem, beter, ja, hem daar mm-hmm. niet naartoe sturen. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat je daarvan moet uitgaan. Ik denk dat je met de open vizier moet bekijken welke de mogelijkheden zijn voor een werknemer om zich verder te ontplooien. Ja. In eerste instantie in het eigen bedrijf. En dan is het aan de werkgever om de randvoorwaarden te creëren. Ja. Zodanig dat de betrokkenen wel degelijk daar graag wensen daar wil blijven. En ook omdat hij op een andere manier kan gaan werken die mm-hmm. dan meer beantwoord aan zijn verwachtingen. Ja. Oké, alright. Nu, dat loopconcept moet dan toch ook toegankelijk gemaakt worden voor mensen die vandaag nog uit de boot vallen. We hebben het hier daarnet ook al gezegd, als het gaat over de loopbaancheck, die is er vooralsnog niet voor iedereen, in de zin dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om daar aan die gunstige voorwaarden te kunnen deelnemen. En dus dat je eigenlijk aan een lager tarief kan instappen. In Vlaanderen of Brussel wonen, je moet voltijds of deeltijds aan het werk zijn, als werknemer of als zelfstandige. Minstens 7 jaar gewerkt hebben, maar eigenlijk tijdelijk werkzoekenden, inactieven of anders actieven, die kunnen daar ook bij gebaat zijn. Bijvoorbeeld samen met het volgen van een opleiding. Langdurig zieken. Ook daar kan loopbaanbegeleiding zeker ingezet worden in combinatie met terugkeercoaches. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat zou jullie advies dan ook zijn naar het beleid? Wat maakt, vraag ik mij dan af, dat ze die keuzes hebben gemaakt? Er is natuurlijk maar zoveel budget, het is uiteraard een budgettaire kwestie, maar wat maakt dat die keuzes zijn gemaakt en welk advies hebben jullie dan voor hen in petto? Ik zat zelf niet mee aan tafel, dus ik weet niet wat dat gemaakt heeft, dat ze die keuzes hebben gemaakt, maar daar zullen, zoals dat je zegt, wel zeker ook redenen voor zijn. Als je mijn standpunt vraagt, dan ben ik absoluut voorstander dat iedereen toegang krijgt tot loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Maar zelfs degenen die nu ook toegang hebben en in aanmerking komen mm-hmm. op basis van die voorwaarden, die vinden ook nog altijd niet de weg. Nee. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus het is niet alleen daar van geen toegang werk hebben. Aan de winkel. Ja, klopt. Ja. Nu, als je het hebt over hoe kan je mensen betrekken die niet actief op zoek zijn naar mm-hmm. werk. Ja, want je hebt ook veel wat genoemd wordt niet werkzoekenden die inactief zijn. Mm-hmm. De vraag is, binnen welke context mm-hmm. zitten zij en hoe kan je hen bereiken mm-hmm. Om hen ertoe aan te zetten om toch ook zelf na te denken over hoe kan ik toch ergens op die arbeidsmarkt geraken mm-hmm. en iets gaan doen dat gepast is voor mij en waardoor dat ik ook een bepaald inkomen verwerf. Ik denk dat dat veel te maken heeft met communicatie. Hoe bereik je de desbetreffende mensen? Hè? Je hebt gesproken over langdurige zieken, mm-hmm. maar je hebt ook een grote groep van inactieve mm-hmm. niet-werkzoekenden, die niet ziek zijn of die gewoon thuis zitten. Ja. Die niet participeren aan het arbeidsmarkt. En dat kan te maken hebben met je allerhande omstandigheden, persoonlijke omstandigheden. Mm-hmm. Op welke manier kan je die mensen bereiken om toch daaruit te stappen? Je moet niet gaan werken met verplichtingen, sanctioneringen of weet ik veel wat. Het moet positiverend zijn. Het moet positiverend zijn, maar
En dat vergt ja, heel wat communicatie, aangepaste begeleiding, daarnaartoe, naar die loopbaanbegeleiding. Ik geef toe, dat is niet evident. Maar het zou wel wat moeten middelen tegenovergezet worden vanuit de overheid. Want iedereen heeft de mond vol over de werkzaamheidsgraad. Hè. Die zou naar 80% moeten. Ook in Vlaanderen zitten we daar nog niet. Mm. Maar om dat te bereiken, moet je ook die groep van niet-actieve, mm-hmm. niet-werkzoekenden bereiken. Want anders gaan we er nooit geraken aan die 80%. Rekening houdende met de arbeidsmarktomstandigheden op dit ogenblik. Mm-hmm. Dus vanuit de overheid zou er dus wel wat meer stimuli, ook financieel, moeten voorzien worden. Naast het communicatieve beleid dat moet gevoed worden om een grote groep van mensen aan te zetten om inderdaad zich te positioneren op de arbeidsmarkt. Ook vanuit de sector. Ik ben ook tevreden met het feit dat de SERF, Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen, nu beslist heeft om met een dertigtal sectoren, opleidingsfondsen op niveau van de sectoren, te gaan samenwerken om inderdaad ook die loopbaanbegeleiding te stimuleren. Er is dus wel wat in beweging. Ja. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat als je bepaalde groepen van mensen die nu nog niet aan de bak komen, als je die wilt aanspreken, dan is er wel wat meer nodig aan initiatieven dan hetgeen tot nu toe het geval was. Mm-hmm. Zie je daar nog belangrijke stakeholders in dan, Isabel? Zijn nu de overheid inderdaad, dan de sociale partners. Zie je voor bedrijven hier ook een rol in weggelegd? Want hoe kunnen zij die mensen dan bereiken? Wat kunnen zij nog ondernemen? Als het gaat natuurlijk over langdurig zieken... Dan hebben ze daar denk ik, wel, hè? Ja, hè, daar hebben ze wel impact op. En dat is belangrijk om daar ook op een of andere manier contact te houden of te zorgen. En dat gebeurt nu al, hè. Bedrijven die zorgen dat er een psycholoog of een coach is die al aan de slag gaat na de eerste maanden. Die gaat kijken, een aantal dingen in kaart gaat brengen van en een eerste analyse maken. Wat heeft gemaakt dat je in die situatie terechtgekomen bent? Om zo te zien en stap voor stap een eventuele reïntegratie te gaan voorbereiden. Dat is denk ik al een belangrijke. Om mensen ook niet te lang inderdaad of geen contact te hebben. Want dat hoor ik ook dikwijls. Dat mensen zeggen van, ik ben al maanden thuis, maar ik heb nog niemand van het werk gehoord. Ik vind dat ongelooflijk. Ja. Ik vind dat, daar kan ik niet bij. Van waar komt dat misschien? De schrik ook niet te willen storen. Maar vroeger was het volgens mij gangbaar, werd er eigenlijk zelfs ook geadviseerd om mensen even maar rust te laten en de tijd te gunnen. Dat is veranderd. Even. Ja, even inderdaad. Maar wat is even? En om den duur is dat te lang en dan is er misschien een schroom bij de leidinggevende of bij de collega's? Want moet dat dan altijd de leidinggevende zijn om nog uit te reiken? Nee, dat kan evengoed de collega's zijn, absoluut. En al is dat maar een berichtje, je hoeft niet... Ik geef dat dan ook aan, van kijk, gewoon om jou te laten weten... Dat we aan jou denken en om eens te horen hoe dat met jou gaat, maar voel jou niet verplicht om hierop te reageren. Volg daar echt je eigen ritme in, wat dat voor jou goed voelt. Maar ze hebben minstens al iets gehoord. Yeah. Want niks horen, dat komt over als niemand mist mij. Yeah. Zie je, ik ben niet belangrijk, ik ben misbaar. Ja, en dat is natuurlijk een vreselijk gevoel, hè? Als je dat krijgt. Ja. Ik durf altijd veronderstellen dat daar een bepaalde vorm van schroom bij is. Ik wil niet uitgaan van die idee dat leidinggevenden of collega's zeggen good riddance. Dat kan niet. Schroom en om den duur niet gewoon niet meer durven uitreiken waarschijnlijk. Wat moeten we hiermee? We willen iemand inderdaad de nodige rust gunnen. En dat kan een aantal weken. Maar een berichtje sturen is eigenlijk... En dan kan je ook zien wat dat mensen daarmee doen, maar... Ja, dat is een minimum, lijkt mij. Ja, oké. Om toch op een of andere manier contact te houden en te laten weten van wij zijn jou
Allee, wij vergeten jou niet. Je wordt gemist. Je wordt gemist. Absoluut. Mm-hmm. Ik zou graag de podcast afsluiten met zo... Ik vind dat leuk om altijd af te met een ultieme wijsheid. Het is natuurlijk moeilijk. Hè? Wat is nu eigenlijk de gebalde boodschap dat je graag wil brengen als het over dit thema gaat? Ik ga misschien eerst, Erwin, bij jou komen. Welke boodschap wil jij de wereld in? Zo was het allerbelangrijkste dat ze moeten onthouden. Je hebt het gehad over dat paradigma, welvaart, mm-hmm. welzijn. Maar in feite gaan die twee samen. Mm-hmm. In feite staat werkzaamheid staat synoniem met welvaart. Mm-hmm. Dus de werkzaamheidsgraad is evolueert in functie van de welvaart in de economie. Werkbaarheid, hoe goed men zich voelt mm-hmm. in zijn job, dat is synoniem met welzijn. Ja? Dus je hebt werkbaarheid en werkzaamheid zouden moeten evolueren in dezelfde richting. Mm-hmm. Hoe beter de werkbaarheid, hoe groter de werkzaamheidsgraad mm-hmm. zal zijn, de mm-hmm. werkzaamheidsgraad. En hoe meer welvaart, hoe meer welzijn er ook mm-hmm. kan zijn. Want zonder welvaart heb je geen job en heb je geen welzijn. Ja. Omgekeerd, hoe beter iemand zich voelt in zijn job, hoe groter het welzijn, hoe hoger de welvaart ook, ja. hoe beter de welvaart ook ja. zal evolueren. Want met mensen die hun job goed doen, graag doen en goed doen, dan kan alleen maar de welvaart ten goede komen. Absoluut. Dus ja. daarom vind ik dat paradigma een beetje paradigmatisch. Ja. Om het zo uit te drukken. Ja. Want welvaart en welzijn gaan samen. Mooi, knap. Oké, Isabel, wat zou jij graag nog meegeven? Erwin, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik hoor jou inderdaad zeggen van mensen, als ze zich goed voelen, gelukkiger voelen in hun job, dan zie je automatisch ook dat mensen productiever zijn, dat ze zich meer geëngageerd ook voelen naar hun organisatie toe. Als ze de zin, de bijdrage zien in wat dat ze doen, ook aan het groter geheel, aan de organisatie, is inderdaad een essentieel. En daarvoor moet je met elkaar in gesprek gaan. Mm-hmm. En niet één keer, maar regelmatig die vinger aan de pols houden. Ja. En go loop, zou ik zeggen. Het heeft alleen maar voordelen, lijkt mm-hmm. mij. Om echt die loopbaanbegeleiding, en dat kan via loopbaangesprekken, zoals dat jij daar straks suggereerde, Erwin, is dat één keer per jaar, is dat meerdere keren. Mm-hmm. Maar zoek daar een manier dat je kan inbouwen, misschien in iets bestaan. Maak van die functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken eerder, of voorzie een stuk daarvan in loopbaan, in groeigesprekken, mm-hmm. wat dan ook. Maar ga er met elkaar over in gesprek. Ja. Dan kan er ook geen schroom in ik denk dat loopbaanbegeleiding is in feite de basis is om te bekijken op welke manier kan het bedrijf en de organisatie en de werknemer evolueren. Zonder loopbaanbegeleiding ben je in feite een beetje met de natte vinger bezig. Ja. Is er geen goede leidraad om te bekijken hoe kan en de organisatie en de werknemer daarin evolueert. Mm-hmm. Oké. En ik vind dan, als we dan daarnet hebben gezegd dat we dat regelmatig moeten doen, dan is loopbaanbegeleiding misschien niet zozeer een reis met jezelf, maar een citytrip met jezelf. Moeten we dat wat vaker doen. Hè? Misschien moet je dat meegeven aan Hil, dat we af en toe moeten gaan citytrippen in plaats van op reis gaan. Ik laat het haar weten. Voilà, bij deze. Hartelijk bedankt voor het heel fijne gesprek. Merci. Graag gedaan. Bedankt. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Weet dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal. En je kan ons natuurlijk ook vinden via jouw favoriete podcast-app. Zoek maar op Zigzag HR Ringpickings, waarin ik in het hoofd kruip van al die boeiende mensen. Allerbelangrijkste weet je nu natuurlijk al heel erg goed, sluit ik ook elke podcast mee af. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.